Een mooie zomer voor KLM. Goeiedag, dit is het DFT Vandaag. KLM vervoert weer meer passagiers. In totaal zijn er in augustus ruim 3 miljoen passagiers vervoerd. Een stijging van 6,4 procent vergeleken met vorig jaar. En bij mij in de studio staat Iteke de Jong, verslaggever bij DVT die KLM voor ons volgt. Iteke, welkom. Uh, ja, waarom... Uh... Doen ze het zo goed? Nou, dat, uh, de economie trekt aan. Dus uh, daardoor reizen we meer met z'n allen. En KLM die is bezig om uh, de kleinere fokkervliegtuigen te, te vervangen voor iets wat grotere embrayers. En daardoor zitten er meer stoelen in de vliegtuigen. Maar goed, ondanks die vele stoeltjes, heeft KLM deze wel weten te verkopen. Dus uh, ja, een combinatie van uh, meer capaciteit en meer reislust. Ja, is dat ook de combinatie uh, met Air France of is, praten we nu echt specifiek over KLM? Bij Air France uh, laat ook weer een groei zien in uh, augustus, ook al in juli. Uh, dat komt omdat uh, de Amerikanen en de Chinezen Parijs weer uh, weten te vinden na de terroristische aanslagen van uh, vorig jaar. Ja, oké, okay, dus uh, uh, vliegtuigen waar uh, meer uh, passagiers uh, in kunnen. Uh, alleen, uh, ja. Er is een kaper op de kust, hè? En dat is weer een van die partijen uit het Midden-Oosten? Ja, die uh, timmeren enorm aan de weg. Die hebben enorme orderboeken. Ik sprak gisteren in Londen met de topman van de Emirates, uh, Sir Tim Clark. En die vertelde mij dat hij een derde A380 op Amsterdam wil inzetten. Dat is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Een dubbeldekker. En uh, ja, hij, krijgt, uh, hij heeft een enorm investeringsprogramma. En bijna elke maand uh, krijgt hij een nieuwe A380 uh, afgeleverd. En de zaken gaan minder goed in Amerika. Dus ja, hij moet ergens naartoe met die vliegtuigen. Dus nou, hij denkt nu maar weer uh, eentje op Amsterdam uh, inzetten. Ja, Er is altijd heel veel discussie over die, uh, die ongeoorloofde staatssteun. Van ja. die uh, oliegoedkopere uh, leningen. Ja, ja. Kan, wat, wat gaat dit betekenen voor de Nederlandse maatschappijen? Nou, um, als uh, Emirates er een derde bij zet... Op Amsterdam, dat is echt een uh, ja, dat zet vooral KLM onder druk, ook uh, uh, andere vliegtuigmaatschappijen. Maar uh, KLM die kan uh, ja, die heeft gewoon een last van enorme concurrentie, met name op routes op Afrika en Azië door Emirates. Uh, en Emirates is niet de enige. Je hebt namelijk ook nog Qatar Airways en bijvoorbeeld KLM is gestopt op Doha in Qatar omdat ze het gewoon niet meer kon bolwerken, omdat ja, al dan niet door die staatssteun uh, kunnen zij ticketprijzen aanleveren die een stuk lager zijn. Dus nou goed, dat is al jarenlang debat. Uh, maar ja, goed, als zo'n ding uh, hier komt, ja, je hebt er maar mee uh, te dealen. Ja, natuurlijk. die dingen. Had een grote kist gaat hartstikke vol. Je hebt KLM en je hebt Schiphol. En Schiphol zitten dat horen we toch steeds, qua capaciteit, helemaal, helemaal nokkie. Ja, maar dat, uh... kan Emirates dat dan zomaar uh, even verhogen? Nou, uh, dat uh, is uh, nog een verrassing natuurlijk hoe ze dat gaan doen. Maar uh, ja, er bestaat zoiets als slothandel. Dus als Emirates aanklopt bij iemand anders en zegt: Mag ik jouw slot hebben voor heel veel geld? Dan kan het misschien wel. Dus dan wordt er gewoon uh, even wat uh, uh, hoeveelheden worden eventjes gewoon uh, gekocht? Nee, dan gewoon een slot. Oh, ja, een landingsslot. Een, 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 een landingsslot ja. wordt gekocht. Dus dan zegt iemand: Nou nah, ja, goed. Ja, Amsterdam doet het niet meer zo goed. Um, als jij nu voor een um, paar miljoen mijn slot wil uh, kopen, nou veel succes ermee. En iets zeggen we maar dat ze daar best wel wat geld voor over hebben. Nou ja, <laughs> uh, het gaat wel wat minder goed met Emirates. De gouden tijden zijn uh, lijken voorbij. Maar goed, ja, zij hebben die, die vliegtuigen en die vliegtuigen moeten uh, ergens naartoe. Ja. Dus dat zal toch uh, de grote drijver zijn. Oké, okay. Ietke, dankjewel voor jouw commentaar op uh, KLM, de cijfers en Emirates. En. Uh, tot zover DFT vandaag. Een fijne dag verder.